Yo mensen, welkom bij een vlog van Passau. In Duitsland, en ja, dit is voor het dorp. Ja, Passau. Dit is het dorp heet Kelberg, maar het is vlakbij Passau. Laat even zien hoe het landschap is. Ik kan niet inzoomen, jammer. Kwaliteit is waarschijnlijk nog steeds mooi, maar het is geen 720p. Dus dat is ja. Heel veel wachten om even de laptop inloggen. Voor alle foto's erop te zetten, want we hebben net heel veel foto's gemaakt. En ja, zo, fantastische vakantie alvast. Nu al. Want eigenlijk een doorreis naar Kroatië en Albanië. Alleen, dit is nu zondag. Heb je zo'n kerkje als je het ziet. Een geniale plaats. Zo doen we dicht. Oké. Ik zie niet zo vaak met zulke dingen. Dus jullie dat. Een paar mensen die gewaar zitten op mijn stang. Dat zijn geniale deurtjes, zeg je wel anders in Nederland. Dat is gewoon. Yeah. Of, net zijn er nog mensen gekomen, dus je hebt alles schoongemaakt. Random painting. En natuurlijk. Geniaal gast. Dus we zitten nu al. We hebben. Gisteren hebben we 11 uur in de auto gezeten achter elkaar. We hebben natuurlijk video gekeken, zoals grappig. Transformers en. Nog een geniale film. Heel veel geslapen omdat we om 3 uur weggingen. En ja, dan gaan we morgen, want nu is zondag, straks maandag, gaan wij naar Kroatië toe. Dat is waarschijnlijk ook een vlog maken. Dat weet ik niet precies zeker, maar daar hebben we tenminste wifi. En dan kan ik deze video uploaden. Dus er wordt een beetje deze vlog. Heel even kijken hoeveel minuten ik aan het recorden ben. Oh, maar 2 minuten. Oké. Dan laat ik hier een paar random foto's zien. Dat is het niet. Even kijken. Oké, zo bijvoorbeeld. Hier ben ik dus geweest. En dan hier nog een paar mooie dingen. Die toren. Conclusie was een hele mooie reis. En ja, ik moet deze weer bijna afsluiten. Want ik ben even snel naar het hotel toe gegaan. En mijn ouders komen zo. En dan gaan we naar het zwembad toe. Want ik weet, ik ben wel kapot hier. Want het is nog best warm. Het is van 25 graden of zo. Alleen de zon maakt het helemaal warm. Dus ja, ik ga naar het zwembad. En dan check ik jullie later. Voor deze episode leuk. En wil je dat kanaal groeien, laat dan even een like achter. En laat even een comment achter wat je van me vond. En zeg waar je op vakantie bent geweest of waar je heen gaat. En dan check ik jullie over 2 weken. Want ja, YouTube kanaal kan pas thuis checken. Of dus ga ik pas thuis checken. Doei. Nee, ik ga niet met de hand doen. Want dat is echt veel te irritant eigenlijk. Ik weet niet waarom ik altijd doorpraat over doei. Oh, shit.